And I can't wait till we can break about the hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Het is alweer bijna Pasen, dus tijd om iets te knutselen voor Pasen. Want ja, het is natuurlijk wel leuk om iets van decoratie in je huis te hebben. En het is altijd leuk om wel wat zelf te maken. Dus ja, ik ga je laten zien hoe jullie heel makkelijk een decoratiestuk kan maken. Wat heb je allemaal nodig? Een schaar heb je nodig. Lijm. En gekleurd papier. Een potlood. En later nog versiering als je dat wil. Nou, ik begin met het maken van het mandje. En dat doe ik met geel. Wat je doet, je vouwt hem. Eén keer naar voren. Zo weer te doen. Andere kant op, zodat je een kruis zeg maar krijgt. En doe je hier nog een keer. Hier nog een keer naar het midden. En dat doe je aan alle vier kanten eventjes. Niet al te strak, want anders blijven je vouwen zien. En dat is natuurlijk niet zo mooi. Zo, dan heb je dit. En dan knip je hier, hier, hier en hier. Okay. Nou, zo zeg maar. Als je hier twee knipjes hebt en hier twee knipjes. Aan deze kant en deze kant niet. En dan ga je zeg maar zo naar elkaar toe vouwen. Zodat je een bakje krijgt. En dat ga je dan eventjes vastlijmen. Zo, dat is dan al één kant. En nu precies hetzelfde bij de andere kant. Zo, nu heb je zeg maar een soort bakje. Je kunt de zijkanten wat strakker maken, zodat hij niet zo rond wordt. Zo. Nu pak ik nog een geel papiertje. En daar knip ik een strookje van af. Niet te dik. Ook niet te dun. Zoiets. En doe je aan de uiteindes een beetje lijm. En die plak je dan hier. Op. De zijkant van het bakje. Zodat je een handvatje hebt. En ja, nu heb je al het bakje en moet je hem eigenlijk nog gewoon alleen maar versieren. En ja, wat kun je dan voor versiering doen? Nou ja, het moet natuurlijk dan wel bij Pasen passen. Als het een Pasen DIY is, doe het yourself is. Ja, kun je bijvoorbeeld paaseieren maken. Gewoon eieren. En die plak je dan op de zijkant. Of die doe je erin. Want je moet de binnenkant natuurlijk ook een beetje versieren. Kun je bijvoorbeeld ook doen met dit. Knip je wat dingetjes af. En die doe je er dan in. Zodat het er ook een beetje vol uit komt te zien. Je kunt ook zeg maar nepgras maken. En je kunt er ook echte eieren in doen. Ja, je kunt doen wat je wilt eigenlijk. Zo, één paasei. Nog een paasei. En dat kun je natuurlijk met een heleboel verschillende kleuren doen. Nou ja, ik heb niet zo heel veel verschillende kleuren. Maar ja. Ik maak het gewoon met de gekste kleuren, zodat het lekker vrolijk wordt. Dat past wel bij Pasen. En wat kun je dan nog bijvoorbeeld ook nog voor versieren doen? Pak even een oranje kleur. Geen idee waarom, maar
Je kunt ook een paashaas maken. De kop, zeg maar. Ja, het lijf. Ja. Teken je dit. Ik zal het zo even goed laten zien hoor. Ik ben trouwens niet heel goed in tekenen. Zo kun je bijvoorbeeld een paashaas maken. En die kun je dan ook op plakken. Nou, gelukkig wil ik in de toekomst niks doen met tekenen. Dus geen zorgen over deze lelijke tekeningen. Nou, die is uitgeknipt. Niet heel netjes. Ik heb het gewoon een beetje snel gedaan. Maar als het gewoon rustig doet, kan het best wel mooi worden. Ja, wat kun je ermee doen? Je kunt hem hier voor erop plakken. Je kunt hem erin plakken. Ja, je kunt gewoon echt het hele mandje, paasmandje, kun je versieren met alles wat je wil. Met de kenmerken van Pasen, zeg maar. Zodat het een echt paasmandje wordt. En ja, verzin zelf iets wat bij Pasen hoort en plak dat erop. Nou, ik ga het nu even nog wat meer bij maken en dan zie ik jullie zo weer. Dit is mijn eindresultaat. Ik vind hem op zich nog wel leuk geworden. Ook al ben ik niet zo heel goed in knutselen en tekenen en doen. Maar ja, het heeft nog wel iets van Pasen. Nou, ja, ik zou hier in principe nog wat eieren, echt eieren in kunnen doen bijvoorbeeld. Dat zou het nog leuker maken. Ja, doe lekker wat je zelf wilt. Dit is een idee voor Pasen. Het is niet te moeilijk. Het is gewoon lekker makkelijk. Je hoeft er niet goed in te zijn, want ja... Ik ben er totaal niet goed in en het lijkt toch nog op Pasen. Dus ja, ik vind het alsnog geslaagd, ook al ben ik er niet goed in. Nou, doe nog even een blaadje omhoog als je dit een leuke video vond. En abonneer hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie gewoon weer bij de volgende video. Later!